Ja, ik heb iets meegenomen, want waar zijn we vandaag? Hartje Gunneke. Dus wat denk je wat ik bij heb? Veel geld? Nee, dat zit daar. Hartjes. Hartjes. Want ik ga even kijken aan wie mensen hun hartje willen geven. En waarom verdient zij het hartje dan? Ja, jeetje, heb je even? Ja, vertel, vertel. Nou, dat is een geweldige vriendin en ook een geweldige moeder. Aan wie? Aan wie deelt u het hartje aan? En waarom verdient zij nou echt het hartje volgens u? Fantastische vrouw. En we gaan een liedje zingen. En welk liedje wil jij zingen dan? Dat maakt mij niks uit, ik zing van alles. La 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 la. Waar zijn we? In Hartje Gunneke. Wat denkt u wat ik bij heb? Is er een microfoon? Wat denkt u wat ik bij heb? Een microfoon. Kunnen jullie ook een beetje meezingen? Wat gaan we doen? Meezingen. Dit gaat hem niet worden, denk ik. Ik heb ooit met de carnaval een cd opgenomen. En toen mocht ik meedoen, maar moest ik helemaal achteraan staan. Oh nee, dan doen we het maar niet. Nee, dan doen we het maar niet. Nou, dankjewel. Aan wie geeft u? Ik geef het aan mijn dochter. Ja. En waarom? Omdat ik van mijn dochter hou. Oh, dankjewel, mama. En wie wordt het? Marie. Oh, nou, wat spontaan ook. Ze staat al. Kom er even bij, kom er even bij. Waarom krijgt zij nou volgens jou het hartje? Dus dat weet zij wel, waarom ik dat geef. Hallo mevrouw. Hallo meneer. Het is vandaag Hartje Gunneke. Nee, dat meen je niet. Maar ik heb hier een hartje. Oh. Die mag u aan iemand geven in het publiek. Nee, dat meen je niet. Ja, dat mag. En wat gebeurt er dan? Ja, dat is een verrassing. Ja. U weet iemand. Ik weet niet. Nou, geef hem. Hartje Gunneke. Hoi. En waarom verdient zij het hartje? Dat zij een schatje is. Ja, zij is gewoon een schatje. Ah. Ik vroeg me af, wat is het verschil tussen die kant en die kant? Aan die kant zijn de kaarten nog duurder. Nog duurder. Dus daar zit echt het grote geld. En die kon ik niet betalen. Nee. Ja, maar ook niet. Hè. Breda nu, hè. Ja. Daar is een Mars en een Twix en daar houdt het eigenlijk op. Ja. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat dit de allergrootste fan van Nick en Simon is. Bent u de allergrootste fan van Nick en Simon? Ja, ik kan wel zeggen, ik ben de allergrootste fan. Ja? Ik ben aan het genieten, volop. Ja, u bent ook vrij groot. Hè? Ik ben wel heel groot, hè. Dat kan niet missen. Ik vroeg me echt af, wie is nou Nick en wie is nou Simon? Wat denk je? Ik denk dat de linkse Simon is en de rechtse Nick. Bijna. Klopt niet, echt niet. Hoe is dat nou om nou naar die andere kant te zwaaien? Heel leuk. Daar zitten ze, hè. Wat maakt Hartje Gunneke nou zo bijzonder vergeleken met andere festivals in Breda? Nou kijk, als je dus hier staat en je ziet het al een klein beetje op de achtergrond, dan zie je alleen maar kakkers. En dat is nou wat Hartje Gunneke anders maakt dan de rest van Breda. Alleen maar kakkers hier. Kun je ook eens kijken? Hey hallo, wat heb jij hem cadeau gegeven? Een barbecue! Een barbecue? Ja, dat wil je niet weten. Een Weber. Ja. Een green egg. Een green egg. Ja. Ik ga eens even kijken of mensen een beetje kunnen karaoken. Waar zijn die handjes? Zo dichtbij. Hey Simon. Helemaal uit het hart. Helemaal uit het hart. Heerlijk. Ik ken de tekst niet. Kom hier naar Hartje Gunneke voor Nick en Susanne. Nou, ik heb nou iemand gevonden en ik weet zeker dat hij goed kan zingen. Kom maar. De tournée. No, we horen Nick en Simon helemaal niet zingen. Ja, misschien moet je daar maar dichterbij gaan staan. Ja, misschien wel. Ja, wij willen vooral heel veel bier drinken. Oh, dames. Dames! Ik help!
is echt niet best. Oh, en je moet nog heel de avond. Ja, en wie zijn schuld is dat? Van is. Zij laten het alles filmen. Ben dicht bij je. Nou, ik denk in dit geval wel. In dit geval wel. Zeker niemand. Ja, ik ben er geen fan van, dus maakt niet uit. Maar jij hebt wel... Ik vind het wel leuk dat ze zijn. Ja, daar hebben wel ook dansschoenen aangedaan. Ja, kijk maar. Oh, ja, ja. Zo. Het is maar één keer feest, hè. Wat een liefde hier, hè. Hartstikke wat een liefde. Het was een mooie dag vandaag. Een mooie dag vandaag. En wat waren we blij dat we hier aanwezig mochten zijn, Mike. Zullen we maar blijven? Ja, we nemen er nog één, hè. We nemen er nog één. Hou allemaal. Okay.